Nou, een achteruitrijcamera op de auto is superhandig. En Opel heeft de 180 graden achteruitrijcamera. Hoe dit eruit ziet, zie je in deze video. Hallo, mijn naam is Hendrik Liewes van Opel Dealer Liewes en Roden. En op dit YouTube kanaal verschijnt wekelijks een leuke video met uitleg over een Opel systeem zoals deze. Of uitleg over een Opel model. Nou, ben je nieuw hier, kijk je voor het eerst. Ik zou zeggen, abonneer je op ons kanaal en mis geen enkele video. Nou, zoals ik al zei, is een achteruitrijcamera op een auto natuurlijk een hele mooie functie. Je ziet mooi precies wat er achter je zit. Het is veilig en super handig. En wat nog handiger is, is de 180 graden weergave. Die onder andere te zien is op de Opel Crossland en op de Opel Grandland X. En hoe dit werkt, laat ik je nu zien. Nou, we zitten nu in de Opel Grandland X. Maar zoals ik al zei, is dus die 180 graden achteruitrijcamera dus ook leverbaar op de Opel Crossland X. Dus samen met de Opel Grandland X is ook leverbaar in de Opel Crossland X. Nou, en hoe werkt het? Ik zet hem in de achteruit. De automaat kan in de R. En gewoon achteruit, gewoon in de achteruit natuurlijk. En dan zie ik hierbij de achteruitrijcamera. Nou, ik zie links dus wat er precies achter mij is. Die lijnen, dat is eigenlijk de stuurlijn. Dus als ik die draai met mijn stuur, dan zie ik dat die ook precies uitkomt waar ik dan eigenlijk uitkomt. En aan de rechterkant, daar kan ik het precies zien als ik in een vak sta. Dus als ik achteruit inparkeer, kan ik precies zien in welk vak ik sta, sta ik er mooi ook recht in. We hebben ook een video gemaakt van het automatisch inparkeren, dan is dit ook super handig. Die video zal ik hierboven uiteraard ook even linken, zodat je het ook die kunt bekijken. Maar dit is dus de normale standaard weergave van een achteruitrijcamera. Nou, en wat natuurlijk heel mooi is, is die 180 graden weergave. En die is super handig wanneer ik bijvoorbeeld een plek sta zoals nu. Ik sta dus met de achterkant van de auto naar een drukke weg toe. En ik kan dus, nu kan ik wel zien wat er aankomt. Maar als je bijvoorbeeld naast mij links en rechts auto staan, ja, dan lukt het natuurlijk heel lastig om die weg achteruit in te draaien. Nou, wanneer ik dus op de knop linksonder druk, dan zie ik hier nog een aantal meer functies. Ik zie nu ook door stand, zet nu op automatisch. Daarna zie ik nog de ingezoomde weergave. Dat wil zeggen dat ik nog dichterbij kan kijken. Dus als ik bijvoorbeeld voor een hek of voor een muurtje of een stoeprand kan ik precies, dan zoomt hij eigenlijk een beetje in. Ik kan ook dus op de 180 graden weergave doen, op de standaard weergave. Standaard weergave is dus de weergave die we net gezien hebben. Deze. En als ik hem op de 180 graden weergave doe, dan zie ik dus eigenlijk al het middenste, tussen die middenste twee lijnen, daar is dus helemaal recht achter mij. Maar aan de zijkant zie ik dus links en rechts overal wat aankomt. En dat is natuurlijk super handig wanneer je dus een drukke weg in moet rijden. En precies kan zien van nou komt er een auto aan of een fietser. En is de kust anders veilig zodat ik makkelijk eigenlijk weer achteruit kan rijden. Nou, als ik de auto dan weer gewoon in de 1 zet of in de vrij of in de D van de automaat. Dan pakt hij eigenlijk gewoon weer het normale beeld na een aantal seconden weer over. Nou, bij de Opel Grandland X heb je een 360 graden weergave. Dus dan heeft hij de achterkant. Maar dan kun je hem ook nog in de vooruit zetten of in de D en dan zie je ook nog wat er voor je zit. Nou, je ziet het, een super makkelijk systeem die je helpt om achteruit te rijden zodat je een mooi overzicht hebt. En door middel van 180 graden weergave precies ziet of er een auto bijvoorbeeld aankomt. Nou, ik hoop dat je hiermee een leuk inzicht hebt gegeven van dit systeem. Heb je vragen hierover of andere vragen, dan hoor ik natuurlijk graag. En natuurlijk ben ik van harte welkom om bij ons bedrijf langs te komen om dit in het echt te bekijken. Nou, super bedankt voor het kijken. Mijn naam is Hendrik Liewers. Volgende week verschijnt er weer een leuke video en we zien elkaar dan. Tot dan!